Oh, kut jongens, het is wel heel erg donker. Wacht, ik ga het fixen, oké? Okay? Wacht. Wacht even, ik ben bezig hoor. Ja, zo, dat is beter. Hallo, wat gebeurt daar nou weer? Halve zol. Konden jullie het raden welk liedje het was, jongens? Konden jullie het raden? Konden jullie het raden? Nee? Het was Frans Bauer. Die blokfluit, die gaat het echt niet lang meer volhouden, hoor. Kijk dan, hier. Kapot. Kapot. En kapot. Ik moet echt een nieuwe gaan kopen. We gaan in ieder geval weer reageren op... Ja, oh, wat heb ik hier weer een zin in. Jullie hebben me weer een week moeten missen, maar we gaan weer reageren op. En ik verblijf jullie deze woensdagavond, denk ik, op reageren op. Dus, laten we gewoon beginnen met reageren op. En waarom schreeuw ik altijd zo in deze afleveringen? Ik weet het niet. Oh, kut, mijn achtergrond. Ja, ja, en mijn oordopjes. Ik ben ook helemaal niet goed voorbereid. Oh, hallo? Hallo? Oh, dit is beter. Wat is dit? 3, 2, 1, go! Go. Wat heb ik hier al niet een keer op gereageerd? What the fuck is dit? Waar? What the fuck is dit? Volgens mij heb ik hier al een keer op gereageerd. Alleen ik weet het dus niet zeker. Dat is dus het probleem. Volgens mij heb ik hier al een keer op gereageerd. Ik snap ook super, überhaupt niet waarom dit soort filmpjes op het internet staan. Maar ja, hey, weet je, het is wel gein. Het staat voor epica. Tamina, mina. Wakka, wakka. Ja. De Harry Potter memes. Zij zijn weer terug. De Harry Potter memes. They are back in the meme video. Wat is dit? Oh nee, dit ken ik. Ja, deze ken ik. Dit is echt genius. My car. Dit is echt genius. Ja, dit is gewoon echt mooi. Gewoon, ja. Ik weet niet, dit soort filmpjes op het internet kan ik ook uit wel stuk gaan, zeg maar. Dit soort kleine, grappige animaties. Ik vind het op een of andere reden gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Wat gaat hier weer gebeuren? Wacht, deze wil ik nog een keer zien. Deze was de genius voor woorden. Hij zit ook zo te kijken. Je bent trouwens wel echt een klootzak als je dat bij je kat wil doen. Echt. Maar het is wel grappig hoe die kat erop reageert. Oh, wat gaat hier gebeuren? Het is een jongetje... Drumstel op de achtergrond.
speelt een lekker deuntje. Zet zijn microfoon even goed. Kijken of die aanstaat. Hij werkt. Gaat weer verder. Zet zijn microfoon goed. Oh, en oké. Okay. Oh, zijn microfoon wil niet. Ja, ho. Ja. Een heleboel flikkert om. What the fuck, hoor die vader ook echt zeggen. En weg is hij. Als een fucking kleinkind voor een kille clown. En weg was hij. Zijn vader echt gewoon vanaf beneden. What the fuck? En dat kind rent weg. Ja. Dat kind is wel echt de baas trouwens dat hij fucking een drumstel op zijn kamer heeft. Maar goed. Ja, die is mooi. Ja, die is leuk. Een kinderspeelgoedje. Wat gaat hier gebeuren? Twee volwassen mannen die ermee zitten te spelen volgens mij. Dus ik begrijp enigszins dat ze dit doen. Maar het is wel echt een inside joke van zo'n klein baby speelgoedje, zeg maar. Minecraft Hunger Games! Bij Minecraft Hunger Games begon wel trouwens dat hele Battle Royale gebeuren. Volgens mij is Minecraft ermee begonnen en daarna kwam H4C1 en daarna kwam echt letterlijk met de hele wereld ermee doodgegooid. En gewoon dood. Het is wel echt, ja. Het is wel een nadenkertje dit. Zo, als dat uit een draaier komt. Je moet de andere kant op draaien. En dan doet hij het. Ik weet niet, om dit soort filmpjes kan ik best wel stuk gaan. Vooral sluipschutters, die heeft soms echt wel leuke filmpjes. Of man bij het dokter of wat dan ook. Het heeft gewoon leuke filmpjes. Dit soort filmpjes is gewoon humor. Wat de fuck doet hij? Maar dan heeft hij weer aan zijn haak. En dan zet hij hem weer op. En dan weet je. Wat een oeklul. Dit gaat dan ook echt. Ik wil nu wel weten hoe het verder ging. Gewoon de hele tijd. Hey, petje af. Petje weer op. Petje af. Oh ja, ik weet hem. Ik weet hem. Tutterere. Tutterere. La moeten duur. Ja, ik zei het je. Deze had ik heel snel. Ik zei het. Ja, die was ook wel heel voorspelbaar hoor. Volgens mij heb ik die ook in mijn funny moments verwerkt. Oh, je hebt salt. Oh, dit is zo cute. Ja, yeah, de I am Salt Dance. Dit moet in Fortnite. Ik zweer, Fortnite moet het in de game verwerken. Ik zweer. Oh, die man die flikkert even. Oh, en dan flikkert hij alsnog. Ja, dat was onder. Hij was lekker onderweg, alleen hij flikkerde alsnog. Ja, deze ken ik al. Of ken ik deze nog niet? Ik heb volgens mij op zo'n hondenfilmpje gereageerd. Alleen ik weet het niet. Ik ken dit deuntje ergens van. Ja,
Je kunt er zelfs een eigen liedje van maken. Abonneer op mijn kanaal en doe een like. Want deze video's zijn heel leuk. Abonneer op mij, ja dat is heel erg leuk. Ja dat is leuk. Abonneer op mijn kanaal. Ik ga te vroeg met dit lied. Dit is Michael Jackson. Zoals ik al zei, zeg maar, dat hondje, dat ken ik al, dat hondenmiempje. Want die heb ik volgens mij in de vroegere reageren op wel eens op gereageerd. Ik wou zeggen, dit is een mooie afsluiter, maar ik heb nog één klein filmpje die jullie wel even moeten zien. Oh. Ja. Oh. Ja, laat me vallen. Oh. Ja. Oh. Ik vind dit soort filmpjes altijd wel leuk, zeg maar, op een of andere reden. En ik kan er altijd wel een beetje stuk om gaan. Wat heel erg jammer. Oké, dat was mijn softbox. Kut. Oké, misschien iets minder wild met mijn stoel, maar nog wel de outro. Heel erg jammer is dat mijn videootje alweer afgelopen is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik hier voor 2 andere video's. En dan zie ik jullie wel weer bij de volgende video weer. De video 10 minuten. Ik ga nog even doorfluiten.